Een hele goede morgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers en het is op die klok 9:15, maar het is eigenlijk 9:15. We moeten hem nog steeds terugzetten. Het is vandaag 30 oktober en ik loop ontiegelijk achter met mijn vlogs. Sorry daarvoor. Maar vandaag ga ik naar fysiotherapie, moet ik om 11 uur zijn. Dat ik deze keer wel goed op de tijd kijk, naar de goede klok kijk. Want gisteren belde ik Vince omdat ik dacht, hij, wat is hij laat terug eigenlijk? Hij is er nog niet. Uiteindelijk bleek het gewoon 4:15 te zijn in plaats van 4:45. Handig. 5 keer achter elkaar bellen en dan neemt nog niet op. Hè, Vince? En ik ga ook nog naar mijn ambulante begeleider. En straks ga ik, als Vince weer hier is, dan ga ik met hem naar postkantoor. Ja, postkantoor. En daarna, ik heb tussendoor eigenlijk nog geen flauw idee wat ik nog ga doen. En Vince wees ergens naar, maar ik weet niet waarvoor. Nee, dus wat? Oh. Nee, we gaan samen. Jammer joh. Nee. En Vince wil per se dat ik het zelf doe, maar het is zijn dingetje. Dus hij mag het. Maar dus we gaan lekker zelf doen. We gaan lekker samen. Weet je veel ik voor jou gedaan heb, hè? Oh, nou, we gaan lekker samen, Vince. Hey, dit doe ik ook voor jou, hè? Oh, nou ja, ik had het ook wel willen doen, maar ik moest alleen nog het krukje zoeken, Vince. Ja. De klok wordt gedaan! Yay! Oh, verkeerde knop. Mijn arme klokkie. Weet je ook hoe laat het is? Het is 9:15. Andere kant op! Oh, je gaat er weer terug. Het is 9:15. Ja. Ja. Wat precies? Moet ik even kijken weer? 46. Ja, ja. Dankjewel, Vincy. En ik heb het gevoel dat het schilderijtje of canvasdoek weer scheef hangt. Maar ik heb geen idee. Ik kan de camera ook niet goed recht houden. Maar hij is top. Hé, Vince. Gisteren sprak ik mijn moeder heel eventjes, was niet lang, maar ze zei dat ze nogal moe was, veel slaapt. Hoe ik me daarover voel, ja. Ik moet me voorbereiden, het is kut. Kwalitatief uitermate teleurstellend. En ik ben heus niet de enige die hun moeder op een jonge leeftijd verliest. En zo jong ben ik eigenlijk ook niet meer. Mijn moeder wilde eigenlijk dat we allemaal op een goede plek zouden zitten voor het geval dat. En ze heeft al vanaf de 50ste geroepen, het kan elk moment al afgelopen zijn en dat maakt het best wel zwaar. Hè, Vince? Nou ja, jij weet het niet dat ze dat heeft geroepen, maar oké. Okay. En nu gaat Vince zijn haren doen. Haartjes doen. Hé, hey, losbol. Dag, losbol. Net heb ik ook deze dingen ingenomen. Vince die sabbelt erop en ik bijt erop. Ik weet niet wat beter is, maar dat maakt me niet uit. Er staat ook koud tabletjes. Yeah. Het is te strakjes, mensen. Er is zojuist iets gebeurd voordat Vince weg zou gaan. Vince, ik was muziek een beetje aan het luisteren, zo bij de computer even iets opzoeken. En toen hoorde ik ineens zo dat er. En Vince had zijn eten laten vallen op de bank, per ongeluk, en ook deels op de grond. Dus dit moet ik nu opruimen. En die spullen ga ik ook opruimen. Maar ja, dit was even balen voor hem. En dat moet ik nu eventjes opruimen. Altijd als er iets gebeurt, heb ik die camera niet aan. Het is wat. Maar ja, kan gebeuren hoor. Maakt niet uit. En ja, ik reageerde goed. Ik had iets van jou vinden dat kan gebeuren. Maar volgende keer ga je gewoon aan tafel zitten. Die eettafel staat daar. Maar ja, gebruik hem haast niet. Maar hey, ja. Shit happens. Dus ja, dat is straks eigenlijk. Ik ga het even opruimen. Nou, ik ben net terug van fysiotherapie. Ik heb wat met mijn pols gedaan. Dan voel ik ook wat minder pijn nu. Maar het aparte is, ik zei tegen hem van... ik heb een paar jaar geleden, ja, dat vertellen jullie nu ook aan jullie. Heb ik iemand geslagen die mij wou slaan. Ik ben niet zo'n vechtersbaas, totaal niet. Maar diegene had ik wat gezegd. En hij haalde een ene uit en toen dacht ik van wacht even, jij wil me slaan, ik sla terug. De eerste keer dat ik iemand terug sloeg die mij wou slaan. Want in al die jaren dat ik
vroeger gepest ben, heb ik eigenlijk nooit iemand teruggeslagen. Dat wou ik niet. Maar op dat moment, er ging een soort knop in mijn hoofd om van, laat niet op je kop zitten, sla terug. En dat heb ik gedaan. Alleen in al die jaren had ik wel wat last van mijn hand. En ja, daar zo heb ik dus... leek het wel alsof het bordje ingezakt was of zo, de knokkel. Maar ik dacht, het zal wel, het zal niet zoveel zijn. En dat zei ik vandaag bij fysiotherapie en hij zei, ja, dat klopt. Hij is ingezakt. Oh. Oké, dat wist ik dus niet. Maar hij heeft nu geïmproviseerd, want ze hebben geen spalken. Dat wil hij wel hebben, zei hij. Dat moet dan over 2 weken komen. Sorry. En ja, dan moet dat komen. Binnenkomen. En dus ik moet volgende week dinsdag en vrijdag weer naar hem toe. Volgens mij, ja, hij heeft een spalk gemaakt. Geheel geïmproviseerd gemaakt, echt waar. Ik heb wel gelijk wat meer rust in mijn hand. En ik moet zeggen, het zit best raar. Dit is het. Hij heeft het zo gemaakt. Maar nu kun je lachen, denk ik. Dan kun je echt om lachen. Hij heeft het met karton gemaakt. En hiermee moet ik dus slapen de komende dagen. En probeer ervoor te zorgen dat hij niet eraf gaat. Mijn handen zijn ja, gewoon zo. Maar hij heeft het wel heel mooi gemaakt. Ja, ik zat echt even vol verbazing te kijken hoe de fysiotherapeut of zo, als het zo noemt, ging maken. Ik zat echt van, hè, hoe dan? Nou moet ik bij fysiotherapie een mondkapje op. Niet heel bevorderlijk voor de bronchitis, maar ik draag hem wel. Dus maak je maar geen zorgen, ik draag hem echt. Er zijn collega's die hebben tegen mij gezegd van, waarom draag je dan niet zo'n doorzichtige, weet je wel, zo'n, ja, ik weet even niet hoe het heet, maar ik weet niet zo goed hoe het heet eigenlijk. Nou ja, zo'n plastic kap voor je gezicht. Nou ja, nou heb ik daar ook niet zo heel veel trek in. Ik wil helemaal niet zo'n ding. Je leeft liever zonder, maar voorlopig moet het. Het is niet echt je van het. En de periode dat ik verkouden was, ben ik gewoon binnengebleven. Het is nu al een stuk minder. Ik heb nog steeds last van dat brok in mijn gevoelkeel. Ik ga nu proberen eigenlijk te editen. Weer andere vlogs. Ik had een vlog gemaakt, maar ik was vergeten de intro te maken. Heel goed gedaan. En dan moet ik weer opnieuw beginnen. Dus ja. Dus ik ga even wat vlog editen. En ook op mijn slaapkamer op zoek naar een mug. Ja, muggen. En ja, ik kan ook wel even gordijnen open doen. Het mag wel wat licht hier. Ik hoef niet de lampen aan te zetten. Maar ja, het is nou helemaal een beetje somber binnen. En ja, ik ga proberen gezellig te maken in huis binnenkort. Ja, hier staat de wasrek. Maar goed, ja. Oh ja, ik moet dat ding nog in de was gooien. Is goed. Vergeten. Nou. Zo. Die is open. En als je denkt, het is eigenlijk al middag. Nou, bijna. Het is over een kwartiertje middag. Nou, even kijken. Ja, die gaat ook open. Als ik erbij kan. Want ik heb hier van alles neergepleurd. Auw. Zo. Hey, precies de Gia's. Het ding, weet ik hoe het mag heten. Zo. Er is nu wat licht in de duisternis. En die daarachter gaat ook open. En dan is het weer helemaal prettig hier zo. En dan kunnen de lampen ook uit de rolgordijn in de keuken doe ik ook open. En dan ga ik verder met mijn leven. Tot zo. Nog steeds een beetje benauwd. Maar ik ben net terug van mijn begeleider. Ik moest naar mijn vorige woning eigenlijk. Waar het was. Dat is eigenlijk een begeleiderswoning. En daar zit het kantoor van de begeleiders. En daar moest ik heen. En ik heb het nog benauwd vanwege die bronchitis. Dus ik kan weer die medicijnen gebruiken zo meteen. En ik ben ondertussen mijn crocs aan het aantrekken. Nou. Rustig verhaal maken eventjes. Voordat ik wegging was het rond 2:30. Het is nu 2:30. Ik ben een uur weg geweest. Wauw. Werd ik gebeld door mijn jongste broer Justin. En die zei van, ga je naar mama toe vandaag? En ik zei, weet ik niet. Ik heb niks afgesproken. Zei, nou, dan haal ik je straks wel op over een paar uurtjes. Nou, oké, is goed. Ik ga mee, Justin. Is goed, ik ga mee. Leuk. Kan ik mee even naar mama toe? Hij gaat ook mee. Hij was alleen ergens nog naartoe. En nou probeer ik Vince te bereiken, maar die is in geen velden vegen te bekennen voor commentaar. Ik word gek. Maar dit is eventjes, ja. Ik kan er niet zo heel goed mee omgaan, plotselinge verandering of zo. Nou, als, ja, plotseling verandering, nou ja, soms kan ik er gewoon niet tegen.
En dan moet ik eventjes echt goed nadenken wat ik wil. Moet ik even bijkomen. Dan heb ik iets van, oh shit, wat moet ik doen? Als het echt ineens zo out of the blue komt, lukt het me ook voor geen meter. En dan gaat het ook echt niet. En volgens mij praat ik Limburgs. Dat gevoel heb ik. Maar hey, ik heb het even gehad voor nu dit eigenlijk. En dan benauwd nog, ben net binnen. En ja, dan moet je 2 trappen op. En het werkt even heerlijk op je luchtwegen, omdat je bronchitis hebt. Geweldig. En dan ook nog heerlijk zo'n mondkapje op. Ik voel me top vandaag, hoor. Toppie joppie. Spatscherm noemen ze het, geloof ik. Nou ja, het zal wel. Ik weet echt niet hoe die kengen heten. Mondkapje gebeuren. Nou ja, te straks. Ik weet echt niet wat ik zeg. Doei. Ik kan elk moment opgehaald worden door Justin. Hij moet hier ergens in Amsterdam rijden. Dus ik moet eigenlijk snel mijn schoenen aantrekken. Ik ga Vince een kusje geven voor ik wegga. Want hij gaat zo meteen ook naar huis toe. Ja. Dus Vince, kusje, kusje, kusje. Ja, alsjeblieft. Op je neus. Ja. Nou, en dan zie ik jullie straks weer. Dan ben ik bij mijn ouders. Even kijken wat ik nog moet pakken. Weet ik zelf ook even niet meer. Nog wat nodig? Nee, hè? Nee, oké. Tot gauw, liefie! Ik denk het wel. Oh ja, die foto's neem ik ook mee. Ik heb foto's hier zo, die neem ik ook mee. En dus tot straks, mensen. Want we hebben over een aantal dagen hebben we dus geen stroom. 2 uur. Ik denk, ja, het zit natuurlijk een accu in. Het gekke is, dit ding, dat draait natuurlijk, want de stand van die stoel moet horizontaal blijven. Ja, dat is wel grappig. Het moet horizontaal blijven. Nou, ga maar naar boven. Oh, als je gaat zitten en je bent boven, dan je kan je stoel en moet je hier op drukken. Dan kun je dus 45 graden en ja, 45 en dan kun je makkelijker uitstappen. Dus boven staat hij zo met zijn rug. En toen is gelijk ook een bescherming dat je niet de trap aflazert. Wil je naar boven, gaat hij zo. Wil je naar beneden? Je moet gewoon de richting op die je gaat. Hij stopt ook waar je hem loslaat, zeg maar. Ja, maar hij moet helemaal door naar boven. Nee, ja, drie piepjes. Je moet er vast blijven houden. Geef 3 piepjes vooraf. Want je bent natuurlijk gehandicapt. Kijk, en dan gaat dit straks draaien, omdat die hellinghoek verandert. Alleen jouw knieën zijn te lang. Je knieën zijn te lang. Ik zal gewoon een keer om die gaten. Oh, hij draait zelf. Nou, ik denk dat ik hier iets op doe. Ik heb dat volgens mij nog in de auto staan. Ja, maar ik wil ze niet dichtmaken, want stel je voor dat als je moeder er niet is, hij heeft niet meer nodig. Dit is komisch. De gemeente. Ja. Maar ja, stel dat de gemeente het niet doet. Dan nemen ze mee, dan moet die leuning weer terug. Ik word geroepen door mijn moedertje. Ik heb de vlog aangezet hoor, maar... Oh, ik wou vragen of je hier een nieuwe water in wil doen. Ja, dat kan ik wel doen, hè. Nou, dan ga ik alvast de vlog afsluiten. Dan ga ik jullie vragen om op mij te gaan abonneren. En een blauw duimpje omhoog dan vind ik leuk. Dat zou ik heel erg lief vinden. En dan zien we jullie weer bij een volgende vlog. Dus bij deze, rollators! Rollator!